Ik heb deze heerlijke nieuwe warme jas aan. De kraag die kan ook omhoog. Helemaal zo. Nou, dan zie je mijn ogen niet meer. Er zitten hier ook nog dingetjes. Kun je hem aantrekken. Nou, dat hoeft mij allemaal niet allemaal te benauwd. En dus de kraag gaat wel lekker weer naar beneden. Nou ja, dit zijn de huizen. Ja. Die is zelfs al te koop. Ja. Ja, alles is te koop. Het zijn koopwoningen. Maar ja, als je het ook nog mooi moet vinden. En het is weer hoog. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag, de 7e van de 2e 2024, en het is al laat. Het is, ja, dat ik jullie erbij haal hoor, 16 minuten over 4. Ja, ik heb bezoek gehad die niet op de vlog wil, dus ja, die kennen jullie ook niet. Wel leuk bezoek, die komt ook maar één keer in de zoveel tijd, is een keer heel onverwachts ook aanwippen. Ja, ik zat toen net met mijn hondjes uit en dan kan je dus niet weg. Dus die heb ik in de tuin moeten laten, maar ik ga nou wel met ze lopen, ja. En daarna dan moet ik de... Waarom gooi je dat nou weer op de grond? En jij gooit het op de grond, ik niet. Ja, dat heb je daar wel neer hoor. Ja. Maar in ieder geval, ja, als ik weer terugkom met de meisjes, dan pak ik de booster even. En dan moet ik eventjes, nou dat betekent even medicatie ophalen, want ja... Helaas is dat dus niet gelukt om, ja, ik had het wel afgebouwd, maar ik blijf wel last van mijn maag hebben. En ik had nog twee van die pillen over en ik heb er allebei ingenomen over een aantal dagen heen. En dat helpt weer wel, ja. Dit helpt wel heel goed om fatsoenlijk achteruit te kunnen. Ja, ik denk dat jullie mij wel begrijpen, dat is dit. Dat helpt heel goed, staat er ook op goed voor maag en darm. Dus ik gebruik het wel, want dan kan je een makkelijker achteruit. Ik heb er altijd heel veel moeite mee gehad en met dit niet. Oké, één ding blijft wel, en dat is ook een familiekwaal, aan mijn moeders kant. Zo ga je 3-4 dagen niet en zo kan je niet nu wel. En zo ga je weer een paar dagen achter elkaar. En zo ga je weer een paar dagen weer niet achter elkaar. Ja, dat is bij ons bullshit. En, maar het gaat makkelijker met dit spul. Ik kom niet met tranen over mijn wangen van de wc af. Voilà, laten we dat maar ophouden. Ga nog goed dicht. Dus ik blijf het wel gebruiken. En voor de rest, ja, die maag, dat last van mijn maag heb, dan moet ik toch die medicijnen van de huisarts bij gebruiken. Ja, daar baal ik wel weer van. Maar ja, het is niet anders. Ja, ja. Kan er ook niks aan doen. Ja, de ene keer helpt het wel, de andere keer helpt het niet met zulke soort medicatie van de natuur. En ja, ik wilde toch vanaf, hoe moet ik dat nou zeggen, ik had er echt behoorlijk last van, dat, van die middenrif, dat het was niet het zuur, maar ja, ik kan het niet omschrijven, maar ik vond het niet leuk. Het huilen stond me nader dan het lachen, ik had meer geen zin in vloggen dan wel, ik wou de hele dag op bed blijven liggen, et cetera. En dat wil je gewoon niet. Nee. Als je ziek bent, oké. Als je hoofdpijn hebt, oké. Maar niet ook wanneer je een keer last van je maag krijgt. En ja, dat wil je niet hebben. Dat is gewoon bizar.
Maar in ieder geval, ja, ik moet dat even ophalen. Dat spul, oh jee, jeuk aan mijn oor. Nog even, kom ik aan die kant eruit. Ja. Maar oké, we gaan er vandoor, lieve vriend. Ik zou zeggen, geniet gewoon van je leven en van je dag. En vul hem in zoals jij hem wil. Ja, en maak het gewoon gezellig. Het is hier de hele dag grijs, grauw, triest, niks aan. Het is 6 graden en we hebben geen gevoelstemperaturen gehoord. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Dus ja, het is niet zo koud dan, hè. 6 graden, nou ja, geen gevoelstemperaturen zoals bij wijze van spreken 3. Nou, het komt helemaal goed. Ik doe wel mijn vest aan, want anders is het mij toch wel weer te koud. Want het is maar een dun truitje wat ik aan heb. Dus, maar in ieder geval. En ja, dit is eigenlijk ook niks. Het is gewoon een vestje met 3 grote knopen en dan staat de boel open. Het is gewoon een siervestje. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer thuis. En zoals jullie zien, ja, ik heb deze heerlijke nieuwe warme jas aan. De kraag, die kan ook omhoog. Helemaal zo. Nou, dan zie je mijn ogen niet meer. Er zitten hier ook nog dingetjes, kun je hem aantrekken. Nou, dat hoeft voor mij allemaal niet allemaal te benauwd. En dus de kraag gaat zo lekker weer naar beneden. Ik heb nog een sjaaltje om, maar dat heb ik een beetje wijd. Want anders kan ik daar niet tegen. Nee, dat gaat het niet worden. Ik heb mijn sleuteltje alweer gepakt en mijn hele stiekje van mijn stok. Mijn telefoon zit al in de tas. En die gaat om me heen. En ik heb ergens geen last meer van. Met mijn zwarte jas had ik last van mijn capuchon. Als ik die tas aan moest doen, dan zag ik altijd de handen op mijn rug. Nou, ik dacht het was wel. Dus ja, dat dus. Ik ga, nou ja, die heb ik niet meer nodig. Het wordt zo wat alweer donker. Het is grijs, het is grauw, het is triest. Er is niks aan, maar het is heel, heel zacht weer. Het waait niet, het is 6 graden. Het is wat dat er gaat. Heerlijk. Nu het zonnetje er nog bij. En dan doen we dat ervoor. Ja, toch? Maar ik ga nou even de stad doorkruisen. En zie ik iets, dan film ik. Zie ik niks, hebben we pech. Het is hier momenteel toch een dode boel dat er gaat. Ja. Wat ik wel even filmen kan, dat is... in de stad, waar ze ook aan het nieuwbouw bezig was. Dat is zover ik weet zo goed als klaar. Ik meen dat de hekken weg waren. Dus ja, dat ga ik straks even met mijn mobiel filmen voor jullie. Dus ja, dan zien jullie dat ook weer. Dat zijn ook weer van die hoge, gigantische, hoge huizen. Dan denk ik, waarom? Waarom zo ontiegelijk hoog? Want als er één klein kindje erbij komt, dan is het huis, zijn ze het huis al ontgroeid. Althans, dat was op de andere weg. Ook voor die hoge herenhuizen. En ze hebben maar één kindje en 2 katten. En ze waren het huis al ontgroeid. Dus ze zijn alweer verhuisd ook, denk ik. Hoe dan? Zo hoog? Hoge verdiepingen? Ja, dus je hebt meerdere kamers. Denk ik, hoe ontgroei je zoiets? Zo groot. Zoveel kamers. Ja, enkel de vloeroppervlakte. Als je dat hier nou weer ziet waar ze nou weer aan het bouwen zijn. De vloeroppervlakte is wel klein. Dat geef ik toe. Dat is bij Marianne ook. De vloeroppervlakte is klein. Dat is ongeveer net... Ja, mijn spul past bij haar er ook in, weet je. Dus ja, hoe... Het is klein. Voor zo'n hoog herenhuis is de woonkamer klein. Ja, echt. Maar ja, wat doen we eraan? 2 keer niks. Wij gaan nu de hort op en ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen en geniet een beetje mee. Nou ja, dit zijn de huizen. Ja, die is zelfs al te koop. Ja. Ja, alles is te koop. Het zijn koopwoningen. Nou ja, als je het ook nog mooi moet vinden. En het is weer hoog. Dit zijn volgens mij appartementen. Je hebt 2 balkonnetjes. En daar weer 1 balkonnetje.
Zien jullie dat? Ja. Dus. Ja, hoe dan? Nou, er staat nog één oud pand tussen, maar die is zover ik weet ook al opgekocht. Dat is van Johnny's Burger geval. En dus. Dus er hangt ook al een beetje op de koop, ja, op alles al. Nou, ik ben benieuwd wat er op afkomt. Hè? Waar geen bord op hangt, dat is dan al verkocht, denk ik. Oh, kijk, daar heb je ook een doorlopend balkon. De buren. Maar je had goed met je buren op kunnen schieten. Ook dat nog. Hè, wat verdikkie. Oh, stel je voor dat dat niet gaat. Oei, is dat toch zo'n balkon? Oh. Ja, en dat, ja. Maar het lange vol weten te houden. Om open te blijven. Hij wou dat niet uit. Nee, als je niet genoeg geld krijgt, hè, dan blijf je zitten. Ja. Maar hij is dan toch opgedoekt. Dat moet dus nog tegen de vlakte. En dan komt er weer net zoiets ertussen er tegenaan. Ja. Dus ja, dat dus. Maar ja, we gaan weer even verder aan deze kant. En nou ja, dit is het dus geworden. Nou is het wachten totdat er mensen in zitten. Ja, kijken of het hun voldoet om hier te wonen. Waar eerst winkels stonden, hè? Ja. Maar ja, ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vriend, ik ben weer thuis. En ik heb mijn medicijn opgehaald en nog veel meer. Maar ga eens even weg met jullie snotkokers, die kant op. Move it. Move it. Een tasje. Die dichtgemaakt is. Dus daar zetten we de schaar even in. Ga jij ook nog een fietsje stelen? Zo, dat kan weg. Kom die hier weer in. Een pot maagdenpletten omeprazol. Ja, wat een grote doos. Jeetje. Nou. En die heb ik ook niet nodig. Kan ook weg. Het is zo'n pot. En hoeveel zit er erin? 90. Nou, en dan kan je. Nou ja, hij is ongeveer halverwege gevuld. Ja. Tot aan mijn wijsvinger en mijn duim, zeg maar. Ja, nee, nog ietsje lager zelfs. Ja, ietsje lager zelfs nog. Ja. Zeg maar tot aan dat regeltje aan toe is hij gevuld. Nou, en dat gaat bij mij toch in een ander potje die ik boven heb. Dus dit kan weg. Dit kan in de papierbak. En plastic verzamel ik niet. Dus dat gaat gewoon in de bak. Waarom wil dat nou niet? Dat plakketje zit goed vast. Zo. Nou, moeten jullie het hebben? Allebei de helft? Ja, allebei de helft zeg ik. Jij een stuk, jij een stuk. Alsjeblieft. Zo, een hoedje. Ze mogen graag papier en karton verscheuren. Nou ja, laat ze hun gang gaan. Hebben ze wat te doen? Ja. Zo. Dan ga je even die kant op. 1, 2, 3, die kant op. Die kant op. Ja, maar er zit nog meer in die tas, zeg maar, hè? Ja, mijn handschoenen. En dit is ook voor vrouwtje, een nieuwe legging. Het lijkt wel net leer. Ja, ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja, dat zien jullie zo wel. Net leer. Vier nog wat. Voor een dikke legging. Er zit van dat vliesspul in. Lekker warm.
Ja, moet ik even op tafel leggen. Ja, want er zit nog meer in, hè? Zeg maar. Ja. Ja. Ook voor vrouwtje. Ook voor vrouwtje. Ja. Maar er zit nog meer in, want het ruikt daar zo lekker in, die tas. Ja. Het ruikt zeker voor hun lekker in die tas. Ja, dan krijgen ze dit, hè. Maar dan moet ik toch weer de schaar hebben. Want ik moet dat bovenrandje even afknippen. Ja. Anders zit een ritssluiting in, maar er zit ook het bovenrandje. Moet eraf. Ja, kan ook weg. Even kijken of die nou open wil. Want soms, nou, wil het gewoon nog niet open. Ja, en toen moet die ritssluiting nog open willen. Ja, komt ie. Wat hebben we hier? Oeh, lekker! Ik vlieg er meteen mee naar de bank. Oh, heerlijk is dat, hè? Dat geniet ik. Echt. Ritssluitingje weer dicht, dan blijft het tenminste goed. Maar ja, de supermarkt is de deur ermee dan de dieren speciaalzaak. Daar kan ik veel meer krijgen voor minder geld. Maar ja, twee nog wat. Hey, wat heet je dan? Een paar van die stokjes. Zitten er nou nog drie in? Ja, deze is nog te koop. Maar ja, dat is ook niet alles. En vooral voor zo'n grote hond als Elwing, die heeft het zomaar op. Zoals Rijka heeft het zomaar op. Maar ja, er was geen koekjes meer. Nee, dus daar kan ik niks aan doen. Dat was op. Maar dan heb ik nog meer. In die stoel. Die stoel. Daar liggen kussentjes in. Met kerstloopjes. Nou, die kerstloopjes die bewaar ik, maar die kussentjes gaan weg. Op eentje na trouwens. Ja, want dat is een schapenkussentje. Die is van mij. Die hou ik dus. Maar ik heb wel drie nieuwe kussens gekocht. Eentje zit ook nog in plastic. Ik weer die schaar pakken. Moet leg ik trouwens nog. Ja, nou, dan gaan we eerst maar eens weer open knippen. Waren drie nog wat? Nou, ja, of ik nou naar de Action ga of hier in de stad, het maakt niks uit. Want er zijn overal even weer. Van die, en deze zijn rond. Ik denk, nou, is weer wat anders. Dan vierkant. En 3,99. Nee, 3,99. Nou ja, 5 cent is iets duur. Maar ik vind hem wel leuk. Wat voor kleur is het eigenlijk? We gaan even naar de keuken toe, daar hebben we daglicht. En ik heb er drie, met drie verschillende kleuren. En ik heb hier ook de kersttakken, heb ik ook naar binnen gehaald. Ga ik straks ook even leeg halen. Dit is, ja, wat is dit? Wat voor kleur is dat? Het is niet bruin, het is niet rood. Nou, vragen we morgen aan Willy. Want ik weet het echt niet hoor. Kussenhouse, de Sietje. Ja, oké. Okay. Zo, die is. Oh, dan moet ik daar ook even weer een schaartje erbij hebben. Nou, ik hoop zo een kaartje er al af. Dus ja. Hoppada. En die andere, die zijn lichter. Die is weer wat lichter. En deze is nog weer wat lichter. Het is van licht zalm naar donker, laat maar zeggen. Drie verschillende kleuren zalm. Ja. Ik denk dat jullie dat zo wel zien. Drie verschillende kleurtjes. Ik laat morgen weer zien met daglicht. En dus komt het helemaal goed.
moet ik die kaartjes er even afzien te krijgen. En dat plastic dingetje waar die kaartjes aan zitten. En dat is 1. En dan moet ik daar ook weg hebben. Blijf er even af met je snotkoker. Ja. Dan moet ik deze ook hebben. Daarop en daarop. En dan moet ik die hebben. Zo. Schaar weer even weg. Die pakken. Zo. Enkel wat ik niet begrijp. Is waarom zitten ze die labeltjes aan de buitenkant neer? Ja, dat zit je, dacht ik, aan de binnenkant. Nou ja, wassen kan toch niet? Denk ik. Ja, handwas. Een strijken mag niet. Hé, mag niet gestreken worden. Oeh. Maar goed, niet in de droger, maar je kan ze wel wassen met de handwas. Even een sopje geven. Wat doen wij? Ja? Wat doen we? Ja, dat zijn kussentjes. Mooi, ja? Ja, 3 kussentjes. 3 kussentjes, 3 verschillende kleurtjes. Ik vind het wel wat hebben. De 2 donkere gewoon op de bank en de lichtste kant hier. En dan het labeltje naar de onderkant. Ja, nou, dat even naar de kant. Ga ik het even op de bank leggen. Mag ik dat erbij, dame? Jullie maken er echt een panel van, hè, hier. Echt een panel. Ja. Een puinhoop maken jullie ervan. Nou, waar is die? Daar. Zo. Nou, dan ruim ik dat ook gelijk weer op. Het is hier 1 rol papier. Hè? Ja, nou. Ach, vrouwtje heeft ook niks te doen, hè? Nee, vrouwtje heeft niks te doen. Ze heeft al zo'n hoofdpijn, dat wil je niet weten. En hoe kom? Ja, hoe kom ik er vanaf? Vraag maar. Ja, hoe kom je er vanaf? Ik laat het jullie even zien nu op de bank. Ja, nou, het staat toch wel bij bruin, ja. Het is weer eens wat anders. Hé, hey, Kandolf, was jij hier? Oh ja, tuurlijk, ik heb het binnen gelaten. Nou, dat is de lichtste. Nee, van de voor op de bank is dat de lichtste, ja. Het is, ja, donkerzalm naar lichtzalm. Oud-roze. Ja, ik weet het ook nog maar. Nou, dan ga ik nog even die kussentjes, de hoesjes van omdoen ook. En 2 kussens, nou die kunnen gewoon weggegooid worden. En 1 kussen, die gaat in die stoel. Wat was jij aan het doen? Wat was jij aan het doen? Ja, het is alweer 17:15, zie ik tot mijn verschrik. En dan moet ik nog eten. En ik moet die takken nog leeghalen. Ik moet nog een vlog doen. Vlog is belangrijker dan die takken, maar die takken zijn in ieder geval binnen. Ja. Hé, tandenpollen op? Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ruim hier de troep even op. En ik ga eten en koffie moet even bijkomen. Ja. Ze zeggen tot later en geniet van alles. Ja, lieve vrienden, daar ben ik. En ik ga zo meteen even met de meisjes nog lopen. Het is al wel al 17:15, bijna 17:15, 14:15. Maar ik heb wel heel veel gedaan vanavond op de computer. Vlog in elkaar gezet. Nou ja, eerst de voorbeginselen van een vlog. En dat hoort ook een plaatje bij, zoals jullie al gemerkt hebben. Dus ja, die heb ik nou ook nog rondgedeeld op Facebook. Maar ik ben voor Karin weer aan het werk geweest. En ik ben voor Jan Mooi aan het werk geweest.
Die had ook een kleine opdracht voor me. Dat heb ik ook gemaakt voor hem en hem al gegeven. Dat had voor 16 februari klaar moeten zijn. Nou, dat is dus reeds al lang al klaar, ja. Maar ik moet op TikTok ook nog een plaatje zien te maken. En dat doe ik van een plaatje die ik heb gemaakt. Maar die moet ik weer verkleinen naar TikTok-formaat. Dus dat moet ik allemaal nog even doen op de computer. En daarna moet ik hem naar mijn wat is app doen. En dan kan ik hem zo op mijn telefoon weer opslaan. En dan kan ik hem naar TikTok doen. Ja, zo blijf je bezig. Houd je van de straat, wordt er gezegd. Ja, maar het is ook nou weer roetje koud. Ja, het is 1 graden, jongens. En het was vanmiddag nog 6 graden. Ja, dus het is... Ja, zo koud. 1, 2, 3, 5 graden kouder. En het is voor mij al te vernemen, want ik had de kachel al lager gezet een tijdje terug. Van ja, ik heb wel uit, zo vast. Maar in ieder geval, we gaan nou nog even lopen. Dus de wandel-app gaat aan. En ik zeg zo vast, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond aan jullie bed zien te komen. En ja, jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.